voor de eerste keer op stal zonder roos en biertje. Knap! Toen struikelde ze over het drafbalkje, zijn voorover in het zand geknield. En haar rug bol begon te maken en toen lag ik eraf. Er is een reden dat jij vandaag alleen gelongeerd hebt, hè? Verdamme. Een ander zadel, kijk of dat helpt. Hoi allemaal. Wow. Hallo. Hallo. Welkom bij een nieuwe video van dus voor de eerste keer op stal zonder roos en biertje. Of in, de video, aan het vloggen. Ja. Ja. Ja, we moeten toch door. Ja. Dus ook het vloggen. Ik heb een week in complete depressie geleefd. Mijn huis niet verlaten, alleen maar gehuild elke dag. Dekentjes, wijn, ja. Kipnuggets. Kipnuggets, ja. Dus het is tijd om wel weer daar even uit te komen. Want anders blijf ik daar voor de rest van het jaar in zitten. Ja, en ook omdat er wel wat... Er liggen wel leuke plannen ook, dus je moet ook weer een beetje... Nee, is ook. Je moet ook niet alleen maar blijven verdrinken in zelfmedelijden. Soms is dat best lekker. Soms wel, maar je moet ook een keer zeggen, klaar. Maar het gaat nog niet zo goed met er klaar mee zijn. Nee, maar het is ook nog maar stap net. 1. Ja, is ook zo. Hallo. Welkom. Welkom bij de vlog. Charlie, zou je dat niet willen doen, want dan kan ik dank. We dachten, we updaten jullie even over alle paarden kort, want dat is inclusief Ernie. Sorry. Want met alle paarden hebben we wel weer wat beleefd waar jullie van op de hoogte kunnen stellen. Ik heb dus de hele week voor iedereen steeds te veel hooi gepakt en te veel voer scheppen. En het was helemaal wennen. Elke keer als ik daar de deur open doe, zie ik alle spullen van Roos nog liggen. Dus die wil ik heel graag opruimen deze week. Ik heb een begin gemaakt met sorteren, maar ik ben nog lang niet klaar. Zoveel spullen. Ja, dus daar zal ook wel een deel van te koop komen. Dat dus hoofdstellen, dekens, dekjes, weet ik veel. Allemaal spul wat ik gewoon heel graag niet elke dag meer wil zien. En City, die was er ook de hele week wel een beetje depressed. Viel me op. Ze heeft te dealen met deze twee kinderen die elkaar best wel gevonden hebben. En de hele dag aan het klieren zijn, Peanut en Charlie. En Peanut breekt ook alweer uit naar het weiland. Dus die gaat volgens mij wel weer ietsje beter. City zie ik dat hij ook echt af en toe helemaal klaar is met de twee. En dan staat ze weer alleen in de hoek en de stroom en de regen. Oh. Terwijl deze elkaar aan het vermoorden zijn. Dus, City mist dan een beetje aansluiting. Ja, die mist een beetje aansluiting. Want deze twee zijn echt super kinderachtig. Ja, ik kan er niks anders Tien van maken. Tien is aan zijn tweede jeugd begonnen. Ja, echt heel irritant zijn ze. Ja, City is daar echt... Vind je mij irritant? Ja, City heeft daar zeker niet altijd zin in. Charlie. Ik dacht, na een week van zelfmedelijden en voor City ook, laat ik weer een keer gaan rijden, weet je wel. Dus ik vanmorgen al mijn moed verzameld, mezelf uit mijn snoedie gehesen, uit mijn depressie getrokken naar stal, want het was eindelijk droog, het kind is bij de opvang. Ik denk, dit is mijn dag, de jacht. Ging nog niet door de wei, die waren vanmorgen nog ergens anders. Ik denk, ik heb één zo'n window van een uur waarin ik op een paard kan gaan zitten, ik ga het doen. Dus, ik was erop gaan zitten. City vond het een super stom idee. Die had er echt helemaal geen zin in. Niet vooruit te branden. Dus ik dacht, ik maak het wat leuker. Ik leg een paar balkjes neer. En ik had alleen maar stap en draf geprobeerd in de volle manege-modus. Hè. Ik had echt gewoon nog niet eens ambities of doelen gesteld. Ik dacht, als ik maar vooruit ga... Maar dat was al te veel gevraagd. En toen struikelde ze over het drafbalkje, zijn voorover in het zand geknield. En daarna was ze heel erg kruk. Dus? Dus nee, ik had het idee dat het vooral de tik even was van de balk. Omdat ze echt daar met haar voet op kwam. En eigenlijk de eerste 5 minuten liep ze echt op 3 benen en daarna werd het al wel beter. Dus ik wacht even nu nog een paar uurtjes af. Ik kijk vanmiddag nog even een keer of het alweer wat beter gaat. En anders dan moeten we de dierenarts maar even bellen. Hè? Yay. Als dit nog 1 keer gebeurt, jongen, ik kap ermee. We missen de dierenarts. Kom vaker langs. Ga ik schaken of zo. Schaken. Iets anders doen. Gamen. Een binnenactiviteit. Dus mijn ritje is uiteindelijk niet afgemaakt. En ik moest heel hard huilen. Want Sanne kwam er aan en die zei... Ah! Wat is er met jou aan de hand? En ik zat daar echt. Hoi, hier ben ik. Ja. Met een update. Een update. De volgende patiënt. Ik weet eigenlijk niet wat we hebben verteld. Volgens mij nog niks. Nee. Oké, nou, de hoefsmid moet dus om de 2 weken nu komen om wat van de achterkant af te halen. Zodat ze mooi door blijft zakken en de stand
Van haar hoefje. Ja, van haar hoefje. De goede kant op gaat. Voor mensen die het allemaal gemist hebben, ze is geopereerd aan haar bokvoet. Dat was na de eerste controle en dat de eerste keer dat de hoefsmid kwam, was het helemaal top. Het ging de goede kant op. Het ging de goede kant op. Hij zei, het lijkt helemaal geslaagd zo. En toen kwam die vorige week weer. En toen zei hij, oei. Het lijkt alsof ze iets aan het ontlasten is. En er zit helemaal zo'n bult op haar, waar ze hebben geopereerd. Dus dat betekent dat ze hem dan weer scheef weg gaat zetten. Dus eigenlijk als ze hiermee door blijft lopen, krijg je weer hetzelfde als voor de operatie. Dan gaat het gewoon allemaal scheef groeien. En dan was de hele operatie voor niks. Dus ik had de kliniek gebeld. En daar zeiden ze eigenlijk dat het wel normaal is. Dat er dus wat zwelling opkomt na de tweede week. Volgens mij de tweede week, de derde week. Ik weet het even allemaal niet meer. Dat ze daardoor best wel wat gevoelig kan zijn. Alleen nu is het weer een week later. En ze loopt nog steeds niet heel lekker. Dus dat eigenlijk, daar zijn we nu gebleven. Ja, dus je moet nog een keer denk ik bellen of niet? Ja, ik denk dat er, maar gewoon iemand even naar moet kijken. Want anders zeggen ze, kom maar weer deze kant op. Dan moeten we weer een heel plan in gang zetten om dat beest te verdoven. In de trailer. In de trailer te gooien met 6 mensen. Daar uit te laden. Dus, maar dat geeft haar ook zoveel meer stress dan wanneer iemand gewoon even hier kijkt. Als ze echt wat moeten doen, dan kunnen we altijd wel met haar naar de kliniek. Ja, en misschien is dit ook gewoon de max van wat ze hebben kunnen doen. En ja, was dit alles waar we haar mee konden helpen en moeten we nu maar gewoon... Maar ja, dan weet ik het in ieder geval. Ja, dus als ze nou ook even mee willen kijken en weet, dat je weet of dit normaal is of dat overgaat na een week of... Ja, het is leuk. Superleuk paarden. Support. Je hebt geen support pony meer, hè? Oh, hallo. Ik ga even weg uitstappen. Ik ga jullie even wat laten zien. Want we hebben een heel lief... Oh, je gaat het wel doen. We hebben heel lief van Stuben kerstcadeautjes gekregen. Ja. En die wouden we unboxen, maar het ging allemaal even mis. Dus we hebben wel alvast een paar dingetjes. Eigenlijk één ding. Je hebt maar één, twee dingen. Achterin ligt ook nog. Oh ja, ja. Ja. Want zoals jullie hebben gezien misschien, hebben we voor City een mooi nieuw hoofdstel. De Freedom Bridal 2. Ja. De vernieuwde versie van de 1. Dat zou je niet verwachten. Wil je daar wat meer over vertellen? Nou, daar wil ik wel wat over vertellen. City, die rijdt daar nu dus mee sinds ze weer... opgepakt is na haar dracht. En wat mij heel erg opvalt bij haar is dat ze eerder heel snel, omdat ze wat moeite heeft met evenwicht en zo, ging ze heel snel met haar hoofd omhoog. Ja. En met dit hoofdstel is dat veel minder, want ze heeft de neiging om het te doen en dan denkt ze, oh nee, hoeft eigenlijk helemaal niet. En dan zakt ze eigenlijk direct weer terug. En dat komt omdat... Hallo, daar zijn we. Even met een beetje troostvoer. Maar wat ik dus wilde vertellen is dat ik natuurlijk met Ernie tegen wat dingen aanloop. Waarbij ik dacht, misschien kan het ook voor haar wel een uitkomst zijn. Of jij dacht dat eigenlijk ook. Ja, ik heb het ook gedacht. Je hebt het ook gedacht. Mijn bridal bitfitter. En we wouden dan die van City eigenlijk proberen. Maar Ernie heeft natuurlijk een te klein hoofd. Dus maatkop is hier. Kindermaatje voor Ernie. Ja. En ja, we gaan straks nog even vertellen. Oh, je doet straks de rest. Ja, oké. Want dan heeft ze hem ook op en dan kunnen we mooi vertellen. Ja, over het hoofdstel, maar ook wat je verder nog aan actie hebt ondernomen, dacht ik. Maar ja, ik ga zo meteen eerst even passen. Maar eigenlijk heel kort samengevat. Eerst even dit hoofdstel. Zorgt ervoor dat er geen druk op essentiële plekken komt. Dat er veel meer bewegingsvrijheid is in de kaak. Komt minder druk bij de atlas. Het loopt volledig om alle zenuwen heen. Het heeft complete zichtsdingen en het kan een beetje meebewegen. En je kunt hem nooit te strak aansnoeren. Dan moet je echt heel hard je best doen. Dieren beulen. Ja. Dus het zijn twee losse... Dat is de korte samenvatting. Ja, dan kun je precies gelijk geen gelijke aansnoer. Druk. En je zit met die aansnoer vaak dat ze... scheef gaan. Dat doe ik heel vaak. Ja. Ik ben benieuwd of het nu gaat lukken om het niet te doen. Word jij nou opeens een springmeis? Ja. Zei je dat nou? Wat? Ziet er wel fancy uit. Dat zei ik niet. Oh, ik dacht dat je... Nee, waarom zou ik dat zeggen? Ik vroeg het al. Deze
Hij veelt. Heel veel. Het zal toch ook eens niet. Zou jij nou het meest gezant er even af? Wat is dit? Ja. Ah. Mooi. Die was een paar keer gepast. Wat doe jij? Mama, leuk hoor. Ja. Leuk. Hey. Hey. Girl. Oh. Mooi. Nou doe je wel. Nou kan het opeens wel. Troela. Ja, nou we hebben het nieuwe hoofdstel voor Ernie erop gedaan. En nou ja, het moet natuurlijk nog een beetje vormen. Je ziet dat hier en daar nog een beetje... Hè, pers uit de verpakking komt. Maar dit hele hoofdstel is dus uniek omdat... Oh, Sanne had het net in de auto al wel even laten zien dat het kopstuk dus speciaal is. Die geeft helemaal vrijheid hier bij de atlas en beweegt dus mee. In plaats van als zij inbuigt dat één kant meer druk geeft, zeg maar, omdat die spier opspant. Beweegt dit dus veel meer mee, waardoor je dus minder drukpunten achter de oren krijgt. En minder druk op de atlas. Daarnaast is die bovenop verstelbaar, dus je kunt hem iets smaller en iets breder zetten voor als jij een breder paard hebt dan Ernie. Ernie draagt een maatje kop, omdat zij een pony is. Nee! Jawel! Nee. En nou, dan hebben we nog meer hier. Dit. Dit. Dit kan eigenlijk draaien. Scharnierd. Ja, dus nu niet per se met nu die vast zit, maar daarmee draait hij dus wel precies mee in de vorm van... het hoofd van je paard. Dus het is niet zo dat hij hier lekker op dat jukbeen gaat trekken. Want dat kan niet. Want scharnier. Je kunt hem hier op twee plekken verstellen. Dus bij het bit. En deze dan voor de neusriem. En ik heb hem bij Ernie nu zo zitten. Nou ja, je hebt hier dus twee vingers ruimte. Je kunt hier voelen waar de zenuwbaan zit. Maar het kan zijn als dit hoofdstel helemaal gevormd is. Dat we even nog een keer moeten kijken of die... even opnieuw afgesteld moet worden of dat het zo goed zit. Nog een leuke feature is deze. Klik en hoe heet het? Klik en slide. Ja. Zo kun je dus lock en slide, slide en lock, slide en lock. Ja, dat was hem. Dan kun je dus zo weer. De naam zegt het al. Dichtmaken. Dan zit je dus niet elke keer met een hoevenkram. Dat ding daar. Oh, dit is misschien wel de beste uitvinding ooit. Dit is top. En wat ze dus hebben. Hieronder, sorry, ik dacht ik ga naar jouw kant, is dat je hem aan twee kanten zeg maar kunt afstellen. Waardoor je hem dus als je gelijkmatig in de gaatjes blijft, kun je dus de druk veel gelijkmatiger over de neus verdelen dan wanneer je een aansnoerneusriem hebt. Dat die heel snel scheef trekken. En je kunt de neusriem, de sperriem bedoel ik, eraf halen. Kun je zo dit lusje eruit trekken en dan kun je hem ook gebruiken zonder sperriem. Dus dat is net wat jij het fijnst vindt voor je paard. Ja, dan heb je niet nog dat flapje. Nee, precies. Nee, je hebt dus niet een losse kielriem. Eigenlijk zorgt deze drukverdeling voor een veel mooiere balans verdeeld over het hele hoofd. Zonder dat er echt knelpunten ontstaan. Plus, dit ligt zo ver naar achter en omdat het iets gebogen is, waardoor ze veel meer... vrijheid in hun zicht ook hebben. Want je ziet heel vaak met die... andere hoofdstellen dat ze hier echt tegenaan liggen, tegen het jukbeen aan. En dan heb je dus veel sneller dat ze dat ook hier zien. Wat smart. Ja, nou en zo zijn er vast nog wel meer dingen die ik nu even vergeet te vertellen, maar ik denk dat dit wel het belangrijkste is. Ja, we gaan het proberen. En bij City bevalt het super goed en ik ben heel benieuwd of het voor Ernie ook helpt met dat schudden. Ja. Nou zit al lekker tempo in, hè? Er ligt ook een zweepje in de midden. Ik geloof niet dat ze echt impressed is door jou. Ik geloof niet dat ze echt impressed is door jou. Oeh, daar gaat het hoor. Jij een zeepaardje. Ik maak bubbels. Ja, dat denk ik ook.
niet. Dat heb ik niet. Oh, nu is eng. Lekker door de haak, wat regen. Er is een reden dat jij vandaag alleen gelongeerd hebt, hè? Verdamme, ja. En niet je hoofdstel echt uitgeprobeerd hebt. Nee. Met... Wil jij daar wat over vertellen? Ja, laat ik dat maar even doen. Even allereerst. Nee. Shame on you. Nee. Jij hebt het gedaan, Ernie. Shame, shame. Ik ga even een doekje overheen doen zo. Nou, ik heb de laatste tijd niet zoveel gedeeld over mijn... Sorry, ik moet even hier om. Godverdamme. De reden dat ik niet zoveel heb gefilmd over mijn journey met Ernie, mijn journey, is omdat we gewoon tegen wat dingetjes aanlopen. En dat heb ik in het begin wel met jullie gedeeld. Maar ik merkte dat toch de reacties van heel veel mensen, gewoon een beetje ruis in mijn hoofd, op de lijn. Ik wil eerst voor mezelf wat dingetjes hebben uitgesloten en mijn eigen plan hebben gevolgd samen met de fijne mensen die ik om mij heen heb. Voordat ik weer naar comments ga kijken van misschien is het dit wel, misschien is het dat wel. Want er waren ook wat mensen die zeiden, ja, je ziet echt duidelijk dat ze ergens last van heeft. I know, maar om dat op te lossen en te onderzoeken wat dat precies is, dat duurt gewoon langer. En in de tussentijd heb ik wel gewoon ook dingen met jullie gedeeld. Maar goed, dat heb ik nu dus even een tijdje niet gedaan, dus er komt nu een update. Allereerst zijn we natuurlijk naar de Veluwe geweest. Want ik dacht, ik kan mee als Shetlander. Als een hele grote Shetlander. En uiteindelijk heb ik toch daar één dag in de bak gereden. Hebben mijn stalgenoten me meegenomen aan het touw samen met Ernie. Ik zat erop. En dat ging eigenlijk best wel heel goed. En ze was gewoon vrolijk. En ze deed ook niet met haar hoofd schudden en zo. Want ze was gewoon lekker op zich heen aan het kijken en aan het chillen. En toen zijn we nog een dag een uurtje mee geweest samen achter de groep aan. En het eerste half uur ging dat super goed. Dat ik dacht, wow. En we hebben ook gedraafd en stukjes weer gestapt. En voorop en achter en naast mensen, paarden. Het ging allemaal heel goed. Totdat ze ineens weer... ik zal het even visualiseren. Ik reed ongeveer in het midden volgens mij. En toen waren we gewoon aan het draven. En ineens voelde ik dat ze afremde. En dan stopt ze niet ineens abrupt. Maar ik voelde dat ze een beetje zo begon te stuiteren weer. En haar rug bol begon te maken. En toen lag ik eraf. Fun. Het ging gewoon goed. 3 dagen leek het. En toen was er weer een deuk in mijn zelfvertrouwen. Maar omdat dat eigenlijk zo random was, dacht ik wel, oké, misschien zit het toch wel in haar rug met dat bollen elke keer. Dus ik heb niet aan de hand daarvan de fysio gebeld, want die afspraak stond al. Maar gelijk die week daarop kwam dus de fysio langs, Anne. En toen hebben we ook voornamelijk daarnaar gekeken, want zij zei ook dat van wat ze zag en wat ze hoorde, leek het wel inderdaad een beetje daar te zitten. Oké, nou nu blijkt dus aan de hand van wat Anne heeft gedaan, wat ik heb gezien, dat ze dus inderdaad... Ja. dat ze dus inderdaad last heeft van haar rug. En of dat nu komt, dat ze zo'n gevoelige meid is door het zadel, doordat ze zoveel verandert. Ik denk dat het een beetje een combinatie is van alles. Maar zat hier in ieder geval. Ja, waar? Vooral dit stuk. Mm-hmm. Hier echt. En ik ben niet Anne, maar Anne deed hier iets. En toen zag ik die reactie gewoon hier. Kijk, dat vindt ze ook niet zo fijn. Maar toen deed ze hier iets en toen deed ze precies die reactie die ze dus doet als ik opstap ook. Dat ze helemaal zo, zo'n accordeon wordt. En dan bolt ze haar rug en dan ontploft ze dus een beetje. En verder doet ze niks, maar ze heeft daar dus echt wel last van. Dus, wat is heel nu het plan? Verhaal. Een ander zadel, kijken of dat helpt. Dat was mijn verhaal. Oké, en want moet je met die spieren waar ze last van heeft, moet je daar nog wat mee? Of is dat behandeld nu? Ja, dat is behandeld. En ik zou het nog kunnen smeren met van dat, hoe heet dat? Fix-vapor. Nee. Met arnica.
Oh ja. Volgens mij. Dat je, ja, dan, als je voor je gevoel nog iets wil doen. Maar het is nu behandeld en ik moest gewoon met een ander zadel proberen. En dan hebben we in het, tegen het voorjaar aan weer een nieuwe afspraak. Want je hebt nu niet meer gereden, dus sinds, nee. Sinds je er afgevallen bent eigenlijk niet meer erop gezeten. Ik niet. Nee, dat was het vraag. Maar, nog eventjes wat er tussendoor ook is gebeurd. Jullie weten dat ik altijd een beetje hulp kreeg van Stefan. Alleen Stefan woont gewoon verder weg. Dus afspraak met Stefan maken, met zijn planning en mijn planning, lukt gewoon bijna niet. Dus ik heb iemand gevonden in de buurt bij ons, die me nu helpt. En zij rijdt Ernie, ja, tot nu toe hebben we elke week afgesproken. En zij rijdt Ernie een beetje ook door voor mij. Dat zij ook gewoon kan voelen wat ze precies doet. Want het is iemand die maakt jonge paarden zadelmaak en rijdt paarden door. En ja, die is gewoon wat handiger daar dan ik. En ik ben dan te voorzichtig afwachtend. Dus samen met haar moet ik nu ook een beetje kijken en voelen. En ander zadeltje proberen. Ja, want het kan dus wel goed zijn dat het door het zadel komt. Omdat ze zoveel is veranderd in de bespiering alweer. Dat was een heel lang verhaal. Sorry. Oké, verder nog iets wat je erover kwijt wil? Nou, dat ik nu dus even niet kan rijden, omdat ik nog geen zadel heb. Okay. Ik heb zeg maar, nu ik het weet, ga ik niet met iets waar ze waarschijnlijk last van heeft door. Dus. Nee, je hebt ook niet een tijdelijk zadel of iets wat je kon lenen tot die tijd van de zadel maken. Daar zijn we nu naar aan het zoeken. Oké. Zo dan. Oké, en degene die hem nou rijdt, die neemt dan zelf haar zadel mee? Ja. Hofs geeft zoveel meer om jou dan jij. Ook andere kanten. Niet aardig. Maar Ernie geeft echt heel weinig om anderen. Boodschap gedaan voor onze switch met wijnhaven. Want het is toch een soort van kerstvakantie. Oeh. Ja, we wilden eigenlijk nog wilder maken, maar ja, moet nou je alleen thuis blijven. Zo. Hoezo? Zij kan gewoon meegaan. Zij kan hoor. Gewoon mee s'avonds. Het is nu alweer donker aan het worden, dus de paarden gaan naar binnen. Yes. En dan was dit denk ik best wel even weer een lange bijklets video. Maar ja, even iedereen weer up-to-date en dan gaan we weer normaal doen. Ja, gaan we het vanaf nu weer bijhouden. Normaal doen kan ik niet garanderen. Nee, dat klopt. Nu gaat het al mis. Ja, dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En...